ben nu in Lunteren, op boerderij De Grote Voort. Hier wordt de Remekekaas gemaakt. En je bent gelijk al in een bijzondere stal. Want die stal is voor een deel van hout. En de stallen in Nederland zijn allemaal vierkant. En deze stal is rond. Verder zie je dat er een grote pot is. Dat is een ruimte waar steeds stro in gestrooid wordt. Zodat de koeien lekker kunnen liggen, dat ze de ruimte hebben. Elke koe heeft 8 vierkante meter ligruimte. En als je dat hebt, dan kun je dus ook koeien met horens houden. Anders gaan ze elkaar beschadigen. De koeien zijn hier op ons bedrijf onthoornd vroeger, omdat we meer dieren op een vierkante meter wilden houden, of een paar vierkante meter wilden houden. En we zijn nu weer terug naar gehoornde dieren. Dat betekent dus dat we ruimte hebben gemaakt voor de dieren. En dat is dat ronde gedeelte wat erbij gebouwd is van hout. Dus we hebben niet meer dieren met deze grotere stal, we hebben nu gehoornde dieren. We hebben 90 Jersey melkkoeien, dus we hebben een ander ras als wat je normaal gesproken ziet in Nederland. Alle melk wordt verwerkt tot rauwmelkse kaas. En we hebben ongeveer 32 hectare land hier bij de boerderij. En van nog 32 hectare moeten we voer aankopen. We proberen hier op dit bedrijf alles zo natuurlijk mogelijk te doen. Dat het dier kan zijn wie die is. En dat betekent dat de kalfjes bij de moeder blijven 3 weken. Dat we de dieren voeren zoals ze gebouwd zijn, dus met op pensniveau noemen wij dat. Ja, dat ze hooi krijgen, grasproducten, geen krachtvoer meer. We werken met kruiden. De dieren krijgen vanaf 2004 geen antibioticum meer. Wij enten de dieren niet, omdat we gemerkt hebben dat als we dat allemaal niet doen, dat we gewoon de spiegels die de koeien laten zien, en dus met name de mest en de vacht, dat we daarop reageren. En wat je dus ziet is dat we dus ook vrijwel geen ziektes meer hebben. Maar alles is nu aangepast zodat de dieren zich gewoon veel beter voelen. Ze krijgen heel goed gevoerd, alles puur natuur en ook alles vol met enzymen, dus vers. Ik kijk uiteindelijk, de klanten die belonen ons met een goede prijs voor de kaas. En daardoor kunnen we hierin investeren. Nou, hier zijn we mee begonnen, dat is de Remeker. En de Remeker is een kaas die een half jaar oud is minimaal. Dit is een oude Remeker. Dat is een Remeker die dan nog een jaar hier blijft. En die maken we dan rood. En Remeker, dat is een veldnaam hier op de boerderij. En dat bestaat al vanaf 1600, dat weten we. En onze familie heeft die grond ook al vanaf 1600. En reem betekent omzoomd. En eker betekent, dat is een oud woord voor eiken. Dus een perceel omzoomd door eikenhouten wallen. Ja, wat we met de kaas zijn gaan doen is, net als bij de koeien, helemaal meer natuurlijk gaan werken en alle remmen eraf, zeg maar. Dus we zijn hier gestopt met pasteuriseren. We thermiseren niet, het is gewoon rauwe melk. We gebruiken geen conserveringsmiddelen. We hebben het zoutgehalte teruggebracht van eerst 3 dagen pekelen naar 2 dagen. Zout is ook een conserveringsmiddel. Dus wil je de echte smaak terug laten komen, dan moet je je zoutgehalte terugbrengen. En nu zijn we dus zover dat we teruggegaan zijn naar 1,5 dag pekelen. Wat ongelooflijk kort is. Ik zou niemand weten die dat doet. En ook nog eens een keer met ongeraffineerd zeezout. En zonder allerlei remmende middelen. Wat ons verder nog ontzettend stoorde, was dat we nog maar geen oplossing konden vinden voor de coating. Want die coating die op kazen zit, dat is synthetisch, dat is een houtlijm. Het is hetzelfde als houtlijm. En daar wilden we van af, maar gewassen korst, dat werkt bij ons niet. En ook allerlei andere proeven zijn mislukt. En uiteindelijk hebben we gewoon iets totaal nieuws uitgevonden, want dat was er helemaal niet. Wij noemen het ghee en dat maken we uit het vet wat uit de wei gehaald wordt. Dat ontromen we en daar maken we via boter ghee van. En dat smeren we op de kaas. We hebben nu dus een kaas die kun je met korst en al opeten. En die korst is ontzettend lekker. Gisteren hebben we denk ik 2600 liter melk. Daar hebben we kaas van gemaakt. Dat waren denk ik 31, 32 kazen. En straks verwacht ik 18, 20 kilo boter te hebben van de wei. En dan maak ik daar een stuk of 20 pakjes van 250 gram gewoon consumptieboter van. En de rest gaat in het ghee-apparaat. Die boter gaat straks hierin. Hier maken we ghee. De boter wordt verwarmd tot ongeveer 100 graden. Het vocht scheidt zich van de boter.
En het wordt steeds meer een olie. Eerst ruikt het hier dan ook naar boter. Maar op een gegeven moment gaan die suikers die in die boter olie ontstaan. Die gaan karamelliseren. Dus dan verandert dat ook van geur. Het vocht verdwijnt uiteindelijk. Dan heb je dus uiteindelijk boterolie. En dat is ghee. En die ghee kun je gebruiken in de keuken voor bakken en braden. En sommige mensen die doen het ook een beetje door de groenten soms heen. Vinden ze lekker. Maar wij verhitten hem ook weer tot 60 graden. En dan smeren we hem op de kaas. Als natuurlijke boterkorst. En omdat het allemaal natuurlijke vetten zijn. Hè, ik ga er gewoon vanuit dat je dan ook lekker los kan gaan. En dat je verder niet zo bang hoeft te zijn voor extra kilo's. Of, ik ben er niet bang voor in ieder geval.